Doven in de Surinaamse gemeenschap willen meer aandacht en zelfstandigheid hebben. Dit is een van de boodschappen die tolk Rosita Etnel vandaag noemde bij de conferentie in verband met Werelddovendag. De conferentie is door Stichting Surinaamse Dovenbelangen, SUDOBE, georganiseerd om een platform te bieden aan vertegenwoordigers van bedrijven, zodat zij kunnen vertellen wat hun ervaringen zijn met doven en slechthorenden. Het resultaat hiervan moet volgens Etnel zorgen voor lotsverbetering van de doelgroep. Vooral een eigen ruimte, daar hunkeren zo naar om een eigen ruimte te hebben. Heb je een eigen ruimte, dan kun je veel meer doen. Maar ook goede banen hebben. Doven hoeven niet altijd alleen maar schoonmaaksters en in de meubelfabrieken te gaan. Er zijn heel pintere doven die gewoon administratie of ICT kunnen doen. Geef ze meer de kans, maak het voor ze open en ja... En ook een wens, en ik zeg, het is een wens van mij, maar zeker, zeker ook een wens van de doof en slechthoren, dat er in de toekomst opleidingen komen voor ze. Dat ze meer kansen krijgen om betere banen te vinden. En, dat wil zeggen, de tolkenopleiding zal er dan ook moeten zijn. Want zonder tolken zullen doven de opleiding heel moeilijk kunnen volgen. Etnel zegt dat gebarentaal niet alleen voor doven en slechthorenden moet zijn. Maar het moet een taal zijn die iedereen kan spreken, vooral als zij werken met mensen van deze doelgroep. De eigen ruimte is volgens Etnel daarom van groot belang, zodat de gebarentaal eindelijk kan worden vastgelegd. Als doven ergens werken en er zijn... hebben ze vaak genoeg een vaste collega en met die kunnen ze dan veel beter communiceren, omdat die gewoon met ze... Ja, die aanvoelt en die leert dan de gebaren veel sneller. Als dove, dus ik zou bedrijven wel aanraden om te kijken hoe ze de gebarencursus, of tenminste één of twee collega's, de kans geven om de gebarencursus te volgen, zodat ze beter kunnen communiceren met hun dove collega. Ik merk wel dat sommige mensen zeggen van, moet ik met mijn handen praten, moet ik zoveel articuleren, moet ik dan ook met mijn mimiek werken. Ja, als je, met je cadeau, als je het meent met je dove collega, zal je het ook menen met haar eigen taal. Etnel haalt aan dat de stichting SUDOBE en de Kennedy School mensen in huis hebben die de gebarentaal machtig zijn. Dus zij kunnen de taal leren aan geïnteresseerden. Werelddovendag wordt jaarlijks op de vierde zaterdag in de maand september herdacht. En dus dit jaar morgen zaterdag 24 september. Morgen zullen alle doven bij elkaar komen om samen plezier met elkaar te maken. Etnel zegt dat zo'n dag belangrijk is voor lotsgenoten, zodat ze kunnen bijpraten en ervaringen met elkaar kunnen delen in hun eigen taal.